Mijn naam is Lisbeth van Keulen en ik ben portretschilder en ik geef er ook les in. Ik was als kind ook altijd aan het tekenen en schilderen. Maar ik wilde ook misschien wel violist worden, vond ik ook heel geweldig, muziek maken. Na de middelbare school wist ik niet zo goed wat ik nou zou kiezen. En toen ben ik maar een jaartje luxe naar het buitenland gegaan. Toen heb ik talencursus gedaan, Italiaans. En ook een soort academie in Italië. En toen ik eenmaal daarmee bezig was, toen dacht ik, ja, dit is wat ik echt wil. Ik vond het ook in Italië fantastisch, want daar is zoveel kunst. Ik raakte helemaal geïnspireerd. Ik dacht, dit wil ik ook. Dit wil ik voor de rest van mijn leven. Dus toen heb ik de keuze gemaakt. En toen heb ik een academie uitgezocht in Nederland, waar ik het liefst naartoe wilde gaan. Het was de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. En heb ik toelating gedaan en vervolgens gelukkig aangenomen. En sindsdien werk ik als beeldend kunstenaar. Ik ben portretten gaan maken omdat ik het heel leuk vind om iets moois van mensen te laten zien. Ik ben gefascineerd door hoe mensen daaruit zien. Ja, als je dan een portret van iemand maakt, een geschilderd portret wat een beetje realistisch is, dan kan je iets over iemand vertellen. Maar het is niet heel concreet of zo. Het is niet dat je zegt van nou ga ik iemands karakter schilderen. Dat is veel te ingevuld eigenlijk. Maar ik vind het gewoon mooi om te doen. Ik maakte eerst ander werk, maakte eerst abstract werk. En dat vond ik ook geweldig om te doen. Maar op een gegeven moment kwam ik toch weer terug bij het portret schilderen en tekenen. Dat deed ik eigenlijk als kind ook al. Nou, en van de reden vind je dat, dan vond ik dat toch het interessantst. En dan ben ik daar me opnieuw gaan in verdiepen. Ik had het op mijn opleiding ook een beetje gehad. En ik vond het alleen maar interessanter worden. Hoe meer ik ermee ging doen, hoe spannender en hoe meer er te ontdekken bleek te zijn. En toen ik dat een hele tijd al deed, toen dacht ik, ik kan dat ook met mensen delen. En toen dacht ik, ik zou wel eens een cursus kunnen gaan geven. Misschien is dat wel leuk. Toen ben ik zo eerst met één cursus begonnen. En toen dacht ik, het is ook wel leuk om eens wat anders te gaan doen. En zodoende is dat begonnen in deze ruimte. En dat heeft zich steeds uitgebreid. Ik heb er steeds andere dingen verzonnen. En nu is het eigenlijk heel geconcentreerd op het portretschilderen. Het is heel bevredigend als mensen eigenlijk hetzelfde mooi of leuk vinden om te doen als ik zelf, maar dat ze nog niet zo goed weten hoe ze het moeten aanpakken. Dan kan ik dingen verzinnen en zeg ik, probeer dit eens. Of ik heb bepaalde oefeningen. En dan zet je mensen aan het werk. En dan zie je dat ze soms al binnen één les iets waar ze misschien wel een jaar mee geworsteld hebben, opeens veel beter kunnen. Dat is gewoon ontzettend leuk. Als mensen dan heel blij zijn en plezier in het schilderen groter wordt. Dat vind ik ook fijn, als een ander veel plezier heeft in het schilderen. De situatie waarin ik mensen schilder, dat is vaak bij mensen thuis, krijg je al een beetje een idee van een soort sfeer. Ja, dan krijg ik dus wat je noemt inspiratie. Ga ik schetsjes maken en dan maak ik ook veel foto's. En dan Dan komt dat eigenlijk vanzelf, dat beeld van hoe ik mensen zie. En dan vervolgens hoeft het niet een echte bestaande situatie te zijn. Vaak zijn het dingen uit die mensen bij zich hebben, of bepaalde kleuren of kleren. Hoe iemand eruit ziet, wat iemand leuk vindt, dat zet me ook op een spoor. Dus het zijn allemaal inspiratiebronnen. Zo uit allerlei elementjes wordt die inspiratie geboren. Ik ben nu op dit moment met een opdracht bezig, een heel groot portret. En dat is een opdracht van twee mensen die met hun dochter en de poezen en met wat hun bezighoudt mooi geschilderd willen worden. En dat is dus, daar komt eigenlijk een beetje in samen zoals ik het leuk vind. Het is een groot schilderij, best wel groot. Hun dochter doet wat ze het liefst doet, dat is viool spelen. En die ene moeder die houdt heel erg van klaversymbool spelen. Dat vind ik ook leuk, staat er ook op. En de ander zit voor een kast waar al haar boeken in staan. En twee moeders. Dat schilderij ben ik nu aan het opzetten. De schilderijen die het meest ingewikkeld zijn, dat vind ik het leukst. Want dat zijn schilderijen waar veel op staat, waar een omgeving ook op staat, die vaak wat groter zijn. Die zijn gewoon het moeilijkst om
te maken. En dus daar ben ik het meest trots op als het lukt. Want dan, ja, dat is best soms een hele worsteling. En als dat dan lukt en wordt zoals ik dat wil, met de juiste kleuren, juiste sfeer, dat de gezichten goed lijken. Op dat soort schilderijen ben ik het meest trots. Dat zou ik willen bereiken. Ik zou het leuk vinden om al het lesmateriaal wat ik heb verzameld, om dat te bundelen in een boek. Dat zou ik heel leuk vinden om te doen. Daar ben ik eigenlijk al mee bezig, maar of ik het ooit uitgegeven krijg, weet ik niet. Maar dat is wel iets. En voor de rest, eigenlijk, ik ben heel tevreden als ik gewoon maar aan het schilderen ben. En dat doe ik al, dus ik ben al heel tevreden met wat ik doe.